eindfase, tweede set, toen vond ik wel dat er iets veranderde in ons spel. Meer gretigheid zat blokkerend verdedigend, ook al meer overtuiging in transitiekansen die we creëerden. Aanvallend wat betere oplossingen. Nou, en dat eigenlijk zetten we dat door tot en met het einde van de wedstrijd, denk ik. En, dat is ook vooral een compliment aan onszelf, waarin we denk ik vooral zelf het verschil maken om weer terug te komen. In plaats van dat het ook helemaal aan hun ligt. Natuurlijk gaan zij ook meer forceren, serveren meer drukken, hebben ze meer fouten. Maar is het gewoon, spelen we gewoon goed volleybal. Het team komt er goed in, Jeffrey komt er goed in en die brengen ook wel weer nieuwe energie. Jacob speelt een dijk van de wedstrijd. Nou, weet je, dat is heel mooi. Dat laat ook zien dat we in staat zijn om heel goed te volleyballen. Eigenlijk 3,5 set gewoon op een heel hoog niveau. Nou, dat geeft ook wel de burger moed. Ja, en ook in de vijfde set word je dan net niet beloond. Dat is natuurlijk wel een beetje een raar einde. Met allemaal technische gekkigheden. Ja, dat is zonde. Weet je, er staat 11-9 voor, denk ik, in de vijfde set. En ja, dan... Is dat nou net de fase waarin we zelf te veel gekke dingen doen? Voetfout, aanvallend, een technische fout, spelverdelend. Nou ja, weet je dan. En dan serveert net nummer 12. Gewoon met wel heel veel druk blijft hij ook serveren. Waardoor je zijn auto gewoon onder druk staat. Ja, dan. Nou, daar kom je dus niet onderuit. En dan is het resultaat zoals die is. Maar ik denk dat geeft veel vertrouwen. Ik denk dat we gewoon zelf ook dingen beter kunnen doen. Nou, als je dat kan toevoegen aan het spel. Dan heb je ook gewoon uit een mogelijkheid om een goede wedstrijd te spelen. En dat zijn ook dingen waar we ook in de Nederlandse competitie gewoon mee verder moeten. Om dat gewoon ook structureel toe te blijven voegen aan het spel.